Is er wat u betreft, meneer Van der Molen, want ik hoop dat de verbinding nu beter is, sprake van het marginaliseren van het Nederlands? Nou, we zijn nog niet in de situatie terecht dat het Nederlands gemarginaliseerd wordt. Maar je ziet wel in het onderwijs een gestage opmars van het Engels en het volledig Engels. Maar je ziet het ook wel maatschappelijk. Hè? Als je alleen maar even een product in de supermarkt van een schap neemt... ontbijthaver heet nu ineens granola, om wat voor reden dan ook. Dus je ziet wel dat het een soort cultuurdingetje wordt... dat alles wat Engels is blijkbaar modern en alles wat Nederlands is ouderwets. En nou, tegen dat soort indrukken moeten we wel vechten. Want ja, inderdaad, de taal is wat ons met elkaar bindt. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Ja, maar dat is dat een wens of vindt u dat een politieke taak... om te zeggen tegen de winkeliers, zeg nou geen sale, maar gewoon uitverkopen of opruiming? Ja, precies. Nou, sale past op een kleine bord, dus er zal wel weer een soort besparing bij zitten. Maar, en dan mag het? Blijkbaar. Nee, ik vind niet dat je dat moet verplichten, maar ik vind wel dat de politiek bijvoorbeeld richting het onderwijs wel zuiniger op het Nederlands moet zijn. Dus wij zijn als CDA ook wel voorstander van het beperken van het Engels in het hoger onderwijs. Maar hoe zou u dat willen beperken? Wat zou u dan, als u het moet beperken, dan moet je dus sommige dingen tegen gaan houden die nu nog bon ton zijn, wou ik bijna zeggen. Maar op zijn goed Frans. Op zijn goed Frans. Want dat mag ook, maar niet ten koste van het Nederlands. Wat zou u dan zeg maar willen verbieden? Nou, ik denk dat dat er heel veel opleidingen in het Engels worden aangeboden... inderdaad, om eigenlijk zoveel mogelijk studenten binnen te krijgen. En het is nu al zo dat er nu een extra toets is ingevoerd... dat je eerst maar moet bewijzen dat Nederland wel behoefte heeft... aan meer Engelstalige studenten, voordat je een opleiding Engels kan maken. En als je een opleiding in het Engels aanbiedt, dan moet je het in de toekomst onderbouwen. De minister komt ook met aanvullende regels. Ik weet nog niet of die ver genoeg gaan. Maar dat is een goede stap om er in ieder geval voor te zorgen... dat we niet veel meer volledig Engelstalige opleidingen krijgen. Want dan gaat het Nederlands wel echt marginaliseren. Maar anderzijds, als je als Chinees hier komt, dan wil je dat, de lessen kunnen volgen. Dan is dat toch ook allemaal in het Engels? Ja, en dat is het opvallende. Ik spreek best vaak internationale studenten die erover klagen dat ze niks Nederlands leren. Omdat ze het juist zo leuk vinden om in een ander land te studeren en iets van de taal op te pikken. En dan komen ze op een universiteit en is alles Engels om hun heen. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele aparte situatie. Wij denken dat we internationale studenten daar heel erg mee helpen. Maar in de praktijk balen ze er eigenlijk van.